5 uur kom ik toe op de veiling en dan ga ik kijken of dat de bloemen allemaal naar mijn kwaliteitsnormen goed zijn. Dus we kijken bijvoorbeeld naar een lelie, we kijken of dat die niet te ver open staat, of dat die bloemetjes allemaal mooi recht in de verpakking zitten. En zo gaan we eventjes heel de rij af en we doen dat eigenlijk kleine ronde, quick check-up eigenlijk, maar om te zien of dat alles in de goede proporties zit. Dat de goede hoeveelheid er in de bakken zit, is ook heel belangrijk. Als we zoiets iets leuks zien, iets speciaals, dan weten we dat dat er is. Af en toe gaan we zoiets een bloemetje checken. Wij komen 2 keer per week naar de veiling. En dat is normaal gezien op maandag en op donderdag. Omdat wij dan maandag kopen wij aan. Wij verkopen een 3-tal dagen. Woensdag zijn die bloemen verkocht. En donderdag gaan we terug naar de veiling en kopen we weer voor 3 dagen. En zaterdagavond zijn die terug verkocht. Het voordeel van een veiling is dat je kunt kopen op prijs. Dat je de kwaliteit kunt zien. Dat de bloemen zijn echt vers aangevoerd van rechtstreeks van de kweker naar hier. Dus je hebt echt direct contact, dus je hebt geen tussenpersonen. Dat is heel belangrijk voor de kwaliteit. Soms koopt iets aan een heel interessante prijs, maar heb je er dan heel veel van. En soms koopt iets heel exclusief en zijn er de enige in België die dat product heeft. Hè? Want als het hier op de veiling voorkomt, je zit hier met 400 man. En die hele exclusieve bloem, er zijn misschien maar 10 of 20 bloemetjes in een bak. En er staan 2 bakken op een kar en jij bent een bloemist die dat kan kopen. Dan heb jij dat in je winkel staan en al de rest niet. Hè? Dus dat is wel heel, heel leuk dat je dat eens kunt doen. Ja. We hebben 5 klokken. En de eerste 3 klokken dat zijn de klokken voor de bloemen. En de 2 laatste klokken dat zijn de klokken voor de planten. En de prijs begint eigenlijk vanaf een hoge prijs. En die zakt naar beneden en de mensen moeten afdrukken wat hun prijs is. Maar je zit hier met 400 man. Dus als je natuurlijk je prijs drukt, dan heb je het. Maar als je te lang wacht, heb je het niet. Hè? Plus, je kunt hier ook digitaal kopen. Dus je kunt thuis je computer aanzetten 's morgens. En je kunt wat je hier ziet, ook thuis digitaal doen. Dat doe ik ook af en toe in drukke periodes. Als het, ik zou maar zeggen, een moederdag is of een Valentijn. En je hebt heel weinig tijd om hier fysiek aanwezig te zijn, want je hebt ook je werk in je winkel. Dan kun je gewoon van thuis uit inloggen en dan kun je je producten van thuis uit kopen en laten bezorgen. De eerste keer dat ik hier kwam was het vrij zenuwachtig. In het begin moet je een beetje kunnen multitasken. Alles in 1 keer, nu gaat dat vanzelf. Hè. Nu, en ik doe ook nog wel eens vergissingen. Hè. De grootste vergissing die ik ooit gedaan heb, dan was ik 1 of 2 jaar op de veiling aan het kopen. En dan heb ik per ongeluk met mijn elleboog op totaal gedrukt. En dan had ik ineens 7 bakken. Ja, dus dan zitten daar met 7 bakken rozen die je moet verkocht krijgen. Hè. Dus dat is wel een probleem. Ja. Wij kopen op de veiling ook planten natuurlijk. Maar natuurlijk zijn er ook, zoals bij bloemen, mensen die kleinere hoeveelheden bestellen. En hier is een klant die iets klein wil, nog iets extra. En ik kon dat niet kopen op de veiling, dus ik kom dan bij de groothandel een extraatje bij kopen. Nu ben ik de bloemen aan het checken. Dus alles wat ik gekocht heb, ben ik nu aan het afvinken op mijn op blad. Om te zien dat het wel allemaal erop staat. In de aantallen of dat die overeenkomen. Dat we alles meenemen, hè. Ik vind het helemaal niet erg om als bloemist vroeg op te staan om naar de veiling te rijden en mijn producten aan te kopen. Wat heel belangrijk is voor een jonge florist is om naar een groothandel te gaan. Daar kun je in kleine hoeveelheden aankopen. Dan kun je product ook zien, kun je een beter assortiment zetten. Het is natuurlijk belangrijk dat je op termijn de keten zo kort mogelijk maakt en dat je zorgt dat je klanten zo vers mogelijk product hebben. Daarom ga ik natuurlijk ook wel eens naar de telers, naar de kwekers en ga ik daar mijn product uitkiezen. En dan heb ik echt kort op de keten, dan is het bij wijze van 's morgens afgesneden en in de namiddag staat dat bij mij in de winkel. Mijn
Als we nu binnenkomen, weet ik al, oh ja, hier kan ik een schoon boeket mee maken met witte rozen en andere dingen bij. Ik heb ook al in mijn hoofd de boeketten met de tulpen hier. Daar wordt ze biedt een groot boeket gemaakt met tulpen, omdat de klant dat besteld heeft. Daar ben ik nu eigenlijk vooral mee bezig, hoe dat ik dat ga doen. We zijn hier met een team van, ik heb 4 dames in dienst. En dan hebben we 2 chauffeurs die de bloemen wegrijden. En iedereen heeft bij ons hier eigenlijk een taak. Hè. Dus wat ik nu aan het doen ben, dat doet ons René ook normaal. Het moet meestal heel snel vooruit gaan hier. Dus we hebben weinig tijd om na te denken. Time management is heel belangrijk. Goed zien dat je een goede agenda hebt. Dat je je opdrachten, als je die aanneemt, dat je kijkt in je agenda, dat je plaats hebt voor die te doen. Want je ziet ook hoeveel werk dat een boeket maken is. Hè. Dus... Maar deze is nu wel een speciaal boeket. Hè. Dat is niet alledaagse. Hè. Die klant heeft mij opgebeld en gevraagd of dat ik specifieke, speciale Franse dubbele witte tulpen kan hebben. En dan heb ik eerst ingelogd op de website van de veiling. Gekeken of dat die kweker die heeft aangevoerd. En dan heb ik tegen die klant gezegd, ja, ik kan eraan geraken. Ik ga die voor u bestellen. Je kunt ook het risico pakken en ze niet bestellen en gewoon ze aankopen. In deze geval had dat gekunnen, want er waren er zeker genoeg en er was relatief weinig vraag achter. Ik pak wel graag risico's, maar zo'n risico wil ik niet. Dat is een specifieke winst. Als je dat niet goed doet, dat is niet goed. Hè? Mijn winkel is een creatie van mijn geest. Hè. Dus alles wat je hier ziet, is iets wat ik vind wat er moet zijn. En dit is mijn habitat, dit is mijn hart, mijn kloppend hart. En dat wil ik eigenlijk vertalen naar de mensen toe. Dus, en ik probeer met mijn winkel een bepaalde beleving los te krijgen. Door muziek te laten spelen, door geuren en kleuren te laten spelen. En elk seizoen verandert ook heel mijn winkel mee met het seizoen. Het is heel belangrijk voor de mensen om daar mensen emotioneel door te raken. Ik maak alles manueel. Op deze bloemstuk wordt eigenlijk met de hand helemaal opgebouwd. Er komt niks anders aan te pas. We moeten dat ook op maat maken, we kunnen niet anders. Het steekschuim is van bio, dat is bio steekschuim van Oasis. Dat wordt in het water gegooid en dan krijg je dus dit, volledig volgedronken. En die gaan we dan proberen zoveel mogelijk heel te laten, zodat de oasis mooi tot het einde van de vaas zit en dat je mooi diep de stelen kunt steken zonder dat er ruimtes tussen zitten. De opdracht is een mooi paasstuk maken voor een verjaardag. Dus ik ga nu op zoek naar materiaal voor in mijn bloemstuk te verwerken. En om dus het bloemstuk te maken, moet ik dus eerst zorgen dat ik een constructie heb. Dus we zijn nu aan het zorgen dat die takjes allemaal schoon in steekschuim gaan. Als die in mijn winkel staan, dan voel ik mij een kind in een snoepwinkel die voor het eerst de snoepjes mag uitkiezen. Dat maakt het juist leuk. Hè? Daarom dat we dat ook zo opstellen, dat je echt een zee hebt van bloemen. We willen echt zo de mensen laten voelen wat ik continu voel en ondervind als ik die bloemen wil nemen. Ik heb eerst natuurlijk, zoals iedereen, de basiskennis opgedaan in school. Dus de eerste jaren van mijn opleiding heb ik gewoon in het middelbaar gehad. Dus daar heb ik gewoon, in de tijd noemde dat voor bloemist studeren in de tuinbouwschool. En daar heb je de eerste beginselen van je vakkennis geleerd. En dan moet je stage gaan doen. En dan heb ik de vakkennis toegepast in de praktijk. En daar ik heb in verschillende bedrijven stage gedaan. Ik heb ook in verschillende bedrijven gewerkt. Ook al was het bedrijf hier een familiebedrijf, vond mijn vader in een tijd
dat het heel belangrijk was om bij andere mensen ervaring op te doen. Dat je nieuwe technieken ontwikkelt en nieuwe dingen ziet en die kunnen dan weer toepassen in je eigen bedrijf. En zo heb ik heel veel geleerd natuurlijk. Hè. Wat we nu maken is iets uit het hoofd maken met de handen. En dat is iets wat je nog steeds niet met een machine kan of met een printer kan. Dat moet je creëren, dat moet je maken. Dus dat is heel belangrijk dat dat blijft bestaan. Het is ook een emotie dat je creëert. Je hebt die mensen gezien, je weet wie dat er voor je gestaan heeft, in welke context dat die dat willen geven aan een andere persoon. Dus je kunt die emotie proberen te vertalen in die bloemen. Het is heel belangrijk dat je dat doet. Wij zijn een emotioneel beroep. Hè. Wij maken bloemen van de geboorte tot de dood. Hè. En alles wat daartussen zit en alle aspecten van het leven. Wat er ook gebeurt in de mensen in hun leven, hoort eigenlijk bij elk aspect in het leven hoort daar een bloemetje bij. Elke bloemist heeft zo'n beetje zijn eigen stijl. Zijn eigen finishing touch dat hem gebruikt. En zo had mijn vader een specifieke bloemenstijl waar mensen specifiek voor naar hier komen. En die stijl hanteer ik nog altijd. Ik gebruik nog delen van zijn elementen en dat wordt mee verder gebruikt. Ook delen dat mijn grootvader deed mijn vader en doe ik nog steeds. Dus er zijn bijvoorbeeld bloemstukjes die hier in de winkel staan die we al 50 jaar maken. Omdat dat echt nog altijd een specifiek bloemstuk is dat je nergens anders vindt. En dan is er ook creatieve vrijheid natuurlijk. Hè. Nooit iets klakkeloos overnemen, dat doe ik niet. Maar je haalt natuurlijk overal inspiratie uit. Hè. Je ziet dat ook bij de collega's. Er zijn algemene stijlen waar iedereen een beetje volgt. Zoals nu die plukboeketten, zo, hè, die botanische plukstijl, zo die veldstijl, dat is nu wel algemeen, dat doet iedereen ondertussen. Maar dan zijn er nog altijd dingen dat je zelf kunt aan toevoegen. Hè. Dus nu spuit ik het in met de finishing touch. Een product dat ervoor zorgt dat de bloemen niet gaan verdampen. En dan blijft je bloemstuk wel een paar dagen langer staan. Hè. Dus. Zo. Dan ga ik even kijken of er nog iets bijgekomen is voor de levering voor vandaag. Heel mijn systeem, heel mijn kassensysteem, dat is volledig digitaal. En dat werkt volautomatisch. Wij hoeven alleen maar in te tikken wat we willen. En dat komt er dan uit de printer. Daar zit een agenda in. Die houdt alle bestellingen van de website bij. Die doet de facturatie voor mij. Dat is eigenlijk een totaal pakketje. Dat is echt een must. In elke bloemenzaak is dat heel belangrijk dat je een hele goede agenda hebt en een heel goede planning hebt voor je bestellingen, voor te weten wanneer dat wat moet geleverd worden, hoe dat je het moet leveren, welke kleuren dat ze wensen, hoe dat ze het verpakt willen hebben. Dat is eigenlijk het hart van de zaak. Hè. Zo kun je het eigenlijk stellen. Ja. Zoals je hier kunt zien is dit mijn bloemenautomaat. Dus we hebben gezorgd dat de mensen hier dag en nacht bloemetjes uit de muur kunnen halen. En dat is eigenlijk een deel van de vooruitgang. In de toekomst kunnen de mensen zelfs hier buiten ook de bestelling plaatsen, zoals ze dat online kunnen doen. En dat is eigenlijk zorgen dat je altijd verder gaat in de toekomst, dat je kunt blijven innoveren met je zaak. Ja, er zit een heel businessmodel achter hier ook. Hè. We hebben een heel concept van vaasjes en doosjes bedacht uit karton. Alles is ook volledig biologisch afbreekbaar en recycleerbaar. Daar hebben we specifiek aan gedacht. De bloemen zitten allemaal in product met Flora Life. Dus het is heel populair. Eigenlijk hebben we dat zwaar onderschat. Want het is natuurlijk eigenlijk een klein winkeltje apart. Maar je moet dat ook alle dagen bijvullen. Je ziet ook hoeveel vakken dat er alweer leeg zijn. Dus die moeten elke keer bijgevuld worden. Die automaat mag nooit leeg zijn. En dat is in het begin zwaar onderschat. Je denkt, oh, we doen dat erbij. Maar eigenlijk is dat toch anderhalf uur, twee uur werk extra om te vullen. Daar moeten ze wel rekening mee houden als je dat gaat plaatsen. Werken, dit is voor mij een hobby eigenlijk, dat ik aan het uitoefenen ben. Ik ben continu aan het spelen met kleuren en materialen en ik ben leuke dingen aan het creëren en dan verlies je zelf er helemaal in.
leer zelf alle dagen nieuwe dingen bij. Dit is bijvoorbeeld een nieuwe leliesoort, een dubbele. Dat noemen ze een rosa lilie. Die is anderhalf jaar op de markt nu. En zo zijn er altijd nieuwe producten die bijkomen, nieuwe cultivars, nieuwe soorten dat een kweker kweekt. En die moeten we dan ook leren kennen, uiteraard. Er zijn bijvoorbeeld bloemen die vroeger werden gezien als onkruid, die ze nu in een plukboeket verwerken. Dus we gaan nog een beetje afwerken en dan zijn we klaar. Het is vooral belangrijk dat de florist gepassioneerd is in zijn vak. Dat hij de passie kan vertalen in de bloemen en in de natuur. Als hij dat kan meegeven aan de klanten en die emotie van de klanten kan vertalen in zijn bloemwerk, dan is hem in de wieg gelegd voor ons vak.